Theo Waam, ja, de jong teams, dat ligt ons niet zo. Hè? We hebben al 8 punten laten liggen dit seizoen. Ja. Maar daar tegenover staat dat we Heracles, Willem II en PEC Zwolle, daar hebben we 7 punten van gepakt. Ja. Hoe kan dat? Ja, ik denk dat er een beetje een logische verklaring voor is. In een stadion waar toch 10.000, 15.000 man zit, is het natuurlijk ja, iets leuker om in te spelen dan in een stadion zonder ambiance. Dus ik denk dat daar iets aan ligt. Maar het mag nog steeds geen excuus zijn om punten te verliezen tegen de jongploegen. Dus daar moeten we ook rekening mee houden in de terugronde. Ja. Nou ja, goed. Wat dat betreft, Almere komt op bezoek. Almere ook. Hoge begroting, ook hoge verwachtingen daar. Wat mogen wij van MVV verwachten tegen Almere? Ik denk terug een heel goed voetbal aan het MVV. Weer thuis, waar we toch ongeslagen zijn. Met onze achterban, de Angel Side en de volle geuzel bijna. Moeten we gewoon weer goed voetbal brengen. Veel strijd laten zien. En dan houden we die punten weer thuis hier. Ja, ja, maar de steun is er weer. Want ja, de hele Angel Side achter het doel. Alles uitverkocht. Ja, ik denk dat dat ook wel weer als extra steun is voor jullie. Sowieso, ja. Ja. Die helpen ons naar voren te sturen, die horen 90 minuten lang, dus het is gewoon een extra steun, 12e man op het veld eigenlijk. Dus zolang zij er zijn, gaan zij ons kunnen helpen. Ja, ja, als ik het hoor, moet dat zaterdagavond goed komen, hè? Als ik zo praat wel, ja. Ja. Ik ga ervan uit dat we weer, ja, een goede wedstrijd spelen. Uitslag? 1-0. Oh, houden we aan. 1-0, ja, dat is goed. Succes. Dankjewel.